Moet je aan je gezondheid werken of zijn we een beetje aan het doorslaan? Dat is de kwestie. Misschien is het je opgevallen. November is gezondheidsmaand hier bij de Telegraaf met heel veel artikelen erover. Zelfs veganistisch eten gaan we niet uit de weg momenteel. De kwestie wil ook graag prettig oud worden en doet ook mee en vraagt zich af: is het echt nodig om gezonder te leven? Nou, beter van wel. Al dus onze voorstander Tamara de Weijer. Huisarts is ze, schreef boeken over beter eten. En zij zegt, we worden met z'n allen steeds zwaarder en steeds zieker. En gezond leven, dat is ook echt niet makkelijk, hè. Overal maar suiker, we zitten vaak, we slapen slecht door Netflix en smartphones. Maar je hebt zelf heel veel invloed. Neem bijvoorbeeld kanker. In een derde van de gevallen krijg je dat van ongezond leven. En iedereen kan met kleine stapjes zijn leven echt wel verbeteren. Stop met roken, zorg voor elke dag 250 gram groenten, bewegen een half uur, dat soort dingen. En weet je het nou even niet, vraag dan advies aan je huisarts. De Weijer vindt Marianne Donner tegenover zich, schrijfster. Zij zegt, we slaan gigantisch door en ze is er helemaal klaar mee dat we van alle kanten steeds maar horen dat we gezonder moeten leven. Vanuit de overheid natuurlijk, met allerlei campagnes, maar ook reclames en apps. Alsof een zuiver lichaam ineens alles perfect maakt. Controle biedt over je leven. Nou, die houding is pas ongezond, aldus Donner. Gezondheid is zowat een religie geworden, maar het is helemaal geen keuze. Kanker kun je ook zomaar krijgen, tenslotte. Het gaat veel te weinig over wat een goed leven nou eigenlijk is. Ja, en daar kunnen ook prima alcohol en sigaretten bij horen. Sociaal doen in een kroeg, dat is toch ook een goed leven? Aldus Donner. Ja, beter dan op je 70ste nog een marathon lopen of een ander verwijten dat hij nog steeds vlees eet of wel eens het vliegtuig pakt. Zegt Donner allemaal. Goed, voor en tegen zijn duidelijk, maar wat vindt Nederland van de kwestie? Dat zijn we deze keer gaan vragen in Bodegraven. Voelt u ook eigenlijk een morele verplichting aan de maatschappij toe, omdat onze zorgkosten alsmaar stijgen, om gezond te leven? Absoluut, absoluut. Ik vind dat je niet alleen maar zomaar kunt nemen, maar dat je er ook iets voor moet doen. Ik voel niet echt een morele verplichting, maar ik vind het gewoon belangrijk voor mezelf. In de eerste plaats doe je het voor jezelf? Ja, precies. Ja. En ja, er zijn ook mensen die heel gezond leven en toch van alles mankeren. Dus ja, ik denk niet dat het altijd zo zwart-wit is. Voelt u ook een soort van morele verplichting naar de maatschappij toe om wel, nou ja, gezond te leven? Nee, absoluut niet. Nee, vind ik onzin. Waarom vindt u dat onzin? Ik leef voor als ik zelf mijn eigen goed erbij voel. En als ik mijn goed erbij voel, ben af en toe een patatje, dan neem ik dat gewoon. Gezond leven voor jezelf ook. Gewoon, ja. Want als jij ongezond leeft, dan voel je je ook loom en dan heb je geen energie. Nou, mijn invloed op de algemene zorgkosten, als ik het wel goed doe in plaats van slecht, is zoveel promiel of parts per million, dat is bijna niks. Dus dat helpt niet. Ja, precies. Voor enkele personen helpt het niet. Ze moeten het allemaal doen. Ik heb dus niet zoiets van, ik moet opletten omdat een ander dat... Nee, heb ik niet. Doet het in eerste plaats voor jezelf? Ja. En voor de kinderen. Het voorbeeld naar je kinderen toe? Ja. Zomaar wat mensen in Bodegraven. En nu ben ik heel benieuwd wat jij thuis vindt van de kwestie. Ga naar telegraaf.nl/watuzegt en laat het ons weten. Of als je dit via YouTube kijkt, in de comments natuurlijk. Volgende week is er weer een nieuwe kwestie. Tot dan.